krijg je aardige kuitenbol. Hoe is het gesteld met de elektrotechnische kennis binnen de bedrijven uit de industrie? 10 bedrijven gaan met elkaar de strijd aan en proberen zo snel mogelijk een zenuwspiraal te voltooien en stalen kogels binnen boord te houden, terwijl hun kennis wordt getest. Voor elke kogel die in de goot belandt, komen er 10 strafseconden bij. Het bedrijf met de meeste vragen goed en de snelste tijd wint. En vandaag spelen we de Stalen Zenuwquiz met Leon en Wilfred van Bajax. We bouwen jachten, werken voor defensie, we werken voor de offshore. Onshore, werk op ziekenhuizen, echt heel divers. Ik werk al 3 jaar bij Bajax Aluminium Solutions en ik ben nu in de wegvoorbereiding voor 1 jaar. Ik ben een aluminiumlasser, inmiddels bijna 15 jaar. Ja, top. En zijn jullie er een beetje klaar voor? Gaan we even regelen. Oké, dan laat maar eens zien wat jullie kunnen. Wie heeft er een vaste hand en wie staat er het stevigst in zijn werkschoenen? En wat gaat er nu door je heen? Trillingen, heel veel trillingen. Ik denk dat ik de spiraal wel... Iets meer onder de knieën. Ja, dat trailpad ging mij iets beter aan. In dat geval gaan we lekker beginnen. Heel veel succes, jongens. Vraag 1. Hoe heet de lastechniek waarbij door middel van wrijving een lasverbinding tot stand komt? Frictiesteurwelding. Ja, dat klopt. Helemaal goed. Ik wilde graag lasser worden. En ik ben ondersteund tot ik mijn diploma's heb gehaald. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik begon hier 3 jaar geleden als leerling. En toen mocht ik op de werkvoorbereiding beginnen voor een paar maanden. En dat is me zo goed bevallen, dus mocht ik blijven. Vraag 2. Hoeveel meter lastdraad heeft Bajard in 2022 gebruikt? Is dat A 600, B 2600 of C 5600? Antwoord C. Leon, mee eens? Ja, dat klopt. Hoppa! De werksfeer vind ik heel goed. Ja, er wordt goed gewerkt, maar er worden ook bijvoorbeeld kleine grapjes uitgehaald. Dat vind ik altijd ook wel heel belangrijk, dat de humor er ook een klein beetje is. Het is even lachen, gieren, brullen en daarna is het weer serieus werken. Wat zijn 3 voordelen van aluminium ten opzichte van staal? Gewicht. Dat is 1. Corrosievast. Dichtheid? Goed. Ik denk dat je hier goed ondersteund wordt. Ja, je staat er niet alleen voor, zeg maar. Nee. We doen het met elkaar en zeker aan het begin word je daar goed in ondersteund. Dat vond ik zelf altijd heel fijn toen ik hier in de fabriek werkte. Wat is de grootste jachtbouw die Bajard ooit heeft gemaakt? Is dat 33 meter, 66 meter of 99 meter? 99. Of is die 66? Ik dacht 66. Heel zeker? 66. Antwoord B. Klopt. Laatste stukje. En stop de tijd. Je mag ermee stoppen, Leo. Oh, okay. Krijg je aardige kuitenbongen. Nou mannen, alle vragen goed en geen enkele stalen kogel in de goot. Daarmee hebben jullie een tijd van 1 minuut 56. Kijk, hoppa. Lekker bezig, maat. En met die hele snelle tijd en alle vragen goed, komt Bajard bovenaan in het klassement. En hebben ze de Stalen Zenuwquiz gewonnen.